Vele jaren geleden leefde er een keizer die zo vreselijk veel van mooie, nieuwe kleren hield, dat hij al zijn geld uitgaf om zich mooi te maken. Hij vond het theater of een rijtoer in de stad alleen maar leuk om zijn nieuwe, prachtige gewaden te tonen. Voor ieder uur van de dag had hij een ander gewaad. En zoals je over een koning zegt dat hij in de ministerraad is, zo zeiden ze altijd: de keizer is in de kleedkamer. In de grote stad waar hij woonde was het leven heel aangenaam. Maar op zekere dag kwamen er twee bedriegers die zich voordeden als voorname kleermakers. Ze brachten de keizer meteen een bezoek. Majesteit. Rommel! Niks dan rommel! Majesteit. Wie zijn jullie? Wij komen nu de mooiste stoffen aanbieden die u ooit in uw rijkelijk leven hebt mogen aanschouwen. Daarvan kunt u de mooiste kleren maken die iemand ooit heeft gezien. Niet alleen de kleuren. Het patroon is ongelooflijk mooi. Vertel. De stoffen hebben de wonderbaarlijke eigenschap dat ze onzichtbaar zijn. Onzichtbaar voor een ieder die niet deugt voor zijn beroep of die onvergeeflijk dom is. Dus als ik die kleren aan heb, kan ik zien in mijn land wie er niet deugt voor zijn beroep. En kunt u de knappe koppen van de domme onderscheiden? Roep mijn minister! Minister! De keizer toonde de kleermakers het weefgetouw waarop ze de kleren konden maken. Hij liet ook zijn minister een kist goud brengen voor het vervaardigen van de bijzondere kleren. Nou, hartelijk dank, majesteit. Dank u voor het aanwijzen. En u kunt nu gaan. Ja. Wij handelen het zelf verder af. Dank u wel. Dank u wel. Snel vroegen de twee bedriegers om meer goud. Iets wat de dankbare keizer hen absoluut niet weigeren kon. Zo, zet mij hier. Nou. Dank u wel. Dank u wel. En is het mooi? De kleermakers zijn nog steeds aan het weven, majesteit. Maar het is midden in de nacht. Dat kan toch niet? Doe iets, man. Nou, ik zal zelf wel gaan kijken. Maar wat als ik die stof nu zelf niet zie? Kom, ga jij maar eens even kijken naar mijn kostuum. En zeg me hoe mooi het is. En, wat vindt u ervan? Kom maar dichterbij. Kom maar. Vindt u het geen prachtig patroon? Wat? Vindt u het geen mooie kleuren? Minister,
U zegt zo weinig. Ik ben sprakeloos. Ja, dat patroon en die stoffen. Ja, ik zal tegen de keizer zeggen dat ik het, dat het me erg heeft verrast. Dat doet ons een groot plezier. Dank u wel. Ja, nu nog het hemd en de broek, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja, daarvoor zouden we echt wat meer geld aan zijde moeten hebben. Bedriegers staken alles in hun eigen zak. Er kwam geen draad aan te pas. Maar ze gingen nog steeds door met weven aan het lege weefgetouw. En is het echt heel mooi? Het is gewoon prachtig, majesteit. Alle mensen in de stad zullen spreken van de prachtige stoffen. Ze zullen nog nooit zoiets mooi gezien hebben. Dan ga ik zelf eens kijken. Nee, haal de raadslieden. De raadslieden! De raadslieden. En is het niet prachtig? Ja, nog keizerlijke hoogheid. Bekijk toch eens die kleuren, dat patroon. Ja, het is... het is heel mooi. Ik heb een geweldig idee. Als uw keizerlijke hoogheid nu eens dit kostuum zou dragen bij de grote optocht. Dat lijkt me een fantastisch idee, majesteit. Ja, en met nog wat diamanten voor de knopen, dan zou het echt beeldig worden. De hele nacht bleven de bedriegers weer op. Ze hadden wel 20 kaarsen aan, zodat de mensen op straat konden zien hoe druk ze het hadden om de nieuwe kleren van de keizer af te werken. Zou het uw keizerlijke majesteit behagen om uw kleren uit te doen? Broek. Zo licht als spinracht, sire. Ja, ja, ja. Je zou bijna denken dat men niets aan heeft. Hemd. Ja, de kleuren zijn geweldig en het patroon is ook echt fantastisch. Een kostbaar kostuum. Maak plaats voor zijn majesteit, de keizer. Waarheid verneem je uit een kindermond, zegt men. En soms is dat waar.
Na de feestelijke optocht verdween de keizer voor lange tijd in zijn paleis. Maar dat vonden de meeste mensen niet erg. De eerste minister daarentegen...